Oké, jongens, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is hier echt fucking druk. Hey, iemand anders? Hoe je bek dit je? Ik heb zo'n keer. Zes, hè? Zes? Zes. 1, 2, 3. Super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag zijn wij weer in het portal. Zijn we weer bij het trampolinepark. Vandaag gaan we kijken hoeveel backflips we achter elkaar kunnen. Cody! Is het lekker bezig? 2, 3, 4. Wat is je naam? Isa. Shout out naar Isa. Wow. Oké, jongens, ik ben nu met Cody en wij gaan even een game of flips spelen. De regels zien jullie zo meteen even. Volgens mij is het allemaal een bekend spel voor jullie. In ieder geval, steep, papier, schaaf voor wie er mag beginnen. Ja, één keer. Ja, één keer. Steep, papier, schaaf. Jij mag beginnen. Ik begin gewoon met een backflip. Ja. Easy. Wow. Mag ik wat verzinnen? Bal out. Ja. Bal out, oké. Okay. Ja, je hoeft hem alleen te proberen, je hoeft hem niet te landen. Dank voor de vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Ja. Als nooit tevoren. Wel was er geen muziek. Dank voor de reden. Yes. Jij mag weer wat zetten. Backfoot. Yes, lekker! Gaan wij voorover en niet één draai, maar anderhalve draai. Yeah. Jongens, zouden jullie allemaal daar willen staan? Ja, jullie ook daar staan. En dan gaan we zo meteen allemaal springen. Ja, hey. Voor de vlam van die brand weer als nooit gekomen. Ja, dat was vergeten. Wacht jongens, allemaal springen. Ja, voor de regen niet. Dan had jij nog iets. Zijn ding. Dus jij mag weer beginnen. Oh, ik mag nu. Ja. Ik vind het kut, maar als dat jou trick is. Ja, maar ik kan het niet. Wat ga je doen? Anderhalf zij. Anderhalf zij. Ja. Dus zij flip naar je rug. Uitstand. Uitstand. Ja, easy. Oké, de Game of Flip ging even stoppen omdat we gingen laser gamen. Nu zijn we weer in het trampolinepark, maar we gaan nu kijken of we door dat blok heen kunnen springen. Ja, dus we leggen hem zo meteen daar neer. Dan gaan we kijken of we van daarboven in één keer in dat gat kunnen springen. Dat klinkt wel leuk, hè? Head first. Nee, dat ga ik niet doen. Oké. Okay. Ik ben gek, maar niet zo gek. Ja, oké. Okay. Kan jij naar het midden gooien? Wat naar het midden gooien? Dat blok? Of mogen we die niet gebruiken? In de bak. Hè? Mogen eigenlijk niet in de bak. Alleen voor de video? Ja, maar, ja. Moeten we hem er zelf in gooien en halen hem er zelf uit? Yes. Ik ben de beste parkbewaker ooit.
Mag jij beginnen? Neem gewoon een aanloop en dan moet je met je benen ertussen landen en de rest zien we wel. Ah, 4-in-1, right? Ja, ga je het ook proberen? Wow. Iets minder precies, maar... Met de salto? Met de salto? Ja, ik hoor een challenge. Ja, kom. Jawel. Oh! Oh, lekker hoor. Hoppa. Ik heb gewoon niet aan. Dat moet een TikTok worden met slide in de DM. Try it! Oké, wat we nu gaan proberen is, we zetten dit ding, zetten we daar bovenop op dat rode blok en dan gaan we er doorheen proberen te duiken. Oké, jongens, het staat klaar. Ga jij als eerst? Doorheen, head first. Ik ben niet zo'n heldhaftig persoon. Oké, ga ik wel eerst, ja? En dan doe jij. Nou, Mario. Spring je of? Ja, duiken. Gewoon head first erdoorheen. Ja, de volgende challenge is je springt in dat gat. Ja, zonder dat ding aan te raken. En dan doe je een salto eruit de blokkenbak in. Ja, dus je springt in één keer hierin. Stuiten, salto. Maar ik moet er eerst ook een inspringen. Ja, nou, dat is gelukt. Ik ga zo hard vallen. Ja, dat is de bedoeling. Oh my god, dat is de bedoeling. Ja, dat ging best goed. Nee, ik doe het. Ja, kom. Kom. Dus volgens mij... Wacht, ga je eerst... Gewoon net als de tipsalto eigenlijk. Ga eerst gewoon eens erin springen. Nou. Dat gaat veel te makkelijk. Ik ga pijn doen, mijn knie heeft er juist echt. Hey, easy. Maar ja. Waarom gaat dat zo smooth? Oké, jongens, Eugène die is ook oud turnleraar. Die heeft vroeger zelf ook geturnd, net zoals superopa. Maar die gaat even een saltertje voor ons laten zien. Ja, laat ze salter zien. Oh jee, opa heeft echt al 2 jaar niks gedaan. Ja. Oh. Ja. Hij gaat er al. Ja, Barani? Ja. Hoppa! Lekker hoor. Frontflipje. Nou jongens, wat vinden jullie? Superopa 2.0. Superopa, ja. Ik zo hoog gaan. Neem even de vlog bij deze over, jongens. Ik ren met de camera vandoor. Kijk uit. Dat is een ratzak. Hoppa, lekker hoor. Ik heb een supergoed idee. Laten we hier ook een kasteel bouwen met die blokken. En dan doorheen rennen. En dan er doorheen rennen. Ja. Met slow-mo, dat pak ik dit. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, you can get high with me, that's a deal, right? Oké, zoals jullie kunnen zien is de muur af. Ja, meer konden we niet bouwen, want anders stort hij helemaal in. Maar kijk, dit bouwwerk. Hier hebben we een hele muur en daar hebben we hem ook helemaal dicht gebouwd. En zometeen ga ik er doorheen springen. Oké, jongens, kijk dit. We duwden deze net om, maar alle blokjes zitten er nog in. Misschien iets te goed gebouwd. Wat vond je ervan? Leuk. Stiekem zijn we allemaal van binnen nog een beetje kind. Ja. Gelukkig wel. Oké, wij gaan nu verstoppertje spelen. Iedereen gaat zo meteen verstoppen. Ik ga iedereen zoeken, zonder buurt vrij. Dus ze mogen gewoon bij hun plek blijven zitten, totdat ik hem vind. Ja, ik tel van 30 naar 0. Ja, en dan moet je ergens verstoppen. Jij mag niet daarin, maar wel daarachter. In de blokkenbak, daarachter. Daar, ik hou mijn ogen dicht. Schoon, komt ie! 30, 29, 30, 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
Dat is één. Yes, we zitten hier. Hoppa. Dat is nummer twee. Hallo. The Germans. Yes, found them. Ah, ik heb er al vier. Hallo. Dat is er nog één. Hallo. Dat is het. We zien jullie niet. Nou. You're gonna die. Yes. Jammer. Jammer. Hoppa, dit is er ook bij. Daar is niemand. Dan is de rest, denk ik, in de blokkenbak. Want hier is niemand meer. Hier is niemand. Hey. Hier is niemand. Hoppa! Zweet helemaal! Ik had eigenlijk moeten zeggen dat ze niet in de blokkenbak moesten. Wie moet ik nog? Ik weet echt niet. Nova? Ik mag niet verraden. Nova? Wat? Nova dan? En Nova is volgens mij weggegaan met Dennis. Ja, is Antoine de enige nog? En Nova? Ja, volgens mij is Nova weggegaan. Nova ging meedoen, dacht ik. Ik zag Nova en Dennis wegrennen. Want Nova zei nog zo, ja! Met zo'n hoog toontje. Wat deed Nova? Antoine is al lang overleden. Oké. Gaan we daar zoeken. De rest heeft gewonnen, denk ik. Ja. Yes, uitkomen! Ze zijn gewoon weg. Ze zijn er gewoon niet meer. Nou, doe de lichten maar uit en de muziek uit. En dan. Hey! Hey! Lekker bezig. Hij zat dus gewoon daar in de blokkenbak. Liep ik over je heen of liep ik net om je heen? Net naast me. Ik net naast me. Nou, dat was het. Oké, jongens, vonden jullie deze video nou leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Reageer waar ik de volgende keer verstoppertje moet spelen. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Klik op het belletje en dan zien jullie de volgende keer weer. Oké, die twee personen die zaten gewoon daarachter. En die waren gewoon helemaal vergeten, want iedereen is weg. We gingen bijna afsluiten en lieten ze gewoon bijna achter. Mochten jullie bijna overnachten in het trampolinepark. Oh, weet je hoe... Oh. Dat is wel lachen. Dat is wel lachen. Wij waren overnacht in dit. Nou, we zaten te kletsen en op een gegeven moment dacht ik, nou ja, en ik hoor niemand meer. Ik hoorde geen muziek meer. Ik dacht, oh, Jezus, stel de vraag gewoon weg, hè. Lekker bezig. Nou, dat was het. Hey, we hadden wel gewoon een goede verstopplek.